Verderop, als buur van de leerlooierijen, staat het gebouw van de missionarissen van Afrika. Na binnenkomst heerst hier serene rust. De gebrandschilderde ramen in de kapel zijn door de paters zelf gemaakt. Het unieke kruisbeeld staat symbool voor het christendom in Afrika. De Sociëteit is in Algiers in 1868 opgericht door kardinaal La Vigerie. Naast zendingswerk legden de paters zich vooral toe op bestrijding van de slavernij.